een beetje in een filosofie van geordende chaos. Maar misschien is dit het mooie moment om die chaos heel eventjes toch een beetje te gaan ordenen. We steunen de economie. We steunen de economie en ik vind dat het inderdaad af en toe ook wel moet kunnen. Want ik geef verder echt nergens mijn geld aan uit nu. Behalve boodschappen. Zijn we weer. Fijne. Helaas, maar wel 20. Eerst even uitrekenen. Ja, als ik die 20, dan heb ik wel de bonus. Maar kan dat ik dan de carré weer misloop? Lekker goed gefilmd. Ja joh. Wat zeg jij? Ja. Wat had je anders niet? Nee, als ik nu die 20 bij mijn... Dan heb ik de bonus. Ja, doe daar maar. Oké. Ja hoor. Oh, close though. Ik weet niet wanneer ik weer ga vloggen, maar... Deze dagen zijn natuurlijk niet compleet als we geen High School Musical avond houden. En dat wordt vanavond. Anything can happen. I take a chance. Oh, laat ik anders even een update geven van onze Disney watchlist. Want kijk eens aan, jongens. Het zijn dus 2 pagina's. Ik kreeg heel veel shade om onze strenge criticus van Camp Rock 1. Hé, een 6? Ja, een 6. Deel 2 heeft wel een 7,5 gekregen. Princess Diaries hebben we gisteren allebei gekeken. En Kaiser Cusco, Atlantis, Scène is there. Yeah. Ik kwam met het masterlijke idee. Wat is nou nog perfecter bij een High School Musical avond? Sushi! Ja! Yeah. Dus dat gaan we doen. Tenminste, we gaan even kijken of het mogelijk is. Maar volgens mij moet het wel lukken. Het is vast wel een sushiplek die open is, die levert en die sushi heeft en maakt en doorgaat met het leven. Dus dat gaan we doen. Hopelijk. Zo niet, zou het heel jammer zijn. Ja, ja. Dan wordt het pasta. Dan wordt het pasta. We steunen de economie. We steunen de economie en ik vind dat het inderdaad af en toe ook wel moet kunnen. Want ik geef verder echt nergens mijn geld aan uit nu. Behalve boodschappen. Oké. Okay. When you take a chance. Oh joh. Fancy. Ik was hier zo blij mee. Toen ging ik naar de IKEA en zei ik ga geen overbodige dingen halen. En toen... Is dat niet overbodig toch? Ja, een beetje. Dit voetbal wordt gewoon een beer in bad. Ja. Ik heb de thee. Ik ben benieuwd of je het lekker vindt. Vast wel. Dus alle thee. En dan deze... Let's begin. Oh. This could be the start. Ja, maar het kan ook dat ze zelf gewoon al oud zijn, maar ze zien er wel echt jong uit. 18. Hij is 18 daar. Oh mijn god, jongens. Oké, wacht. Het is 7:45. We hadden eigenlijk een uur geleden al onze sushi moeten hebben, maar we hadden 2 mensen besteld en die had ook onze sushi aangenomen. Dus we hadden geen sushi, dus een heel gedoe, een hele hysterie. En we hebben het. Het is goed gekomen. Het is echt, het is ook gewoon... Die man zei, ja sorry, we kunnen niet precies meer nu geven wat jullie hadden besteld. Want dus dingen zijn op, dus we geven er gewoon andere dingen. Oh my god. Nou mensen. Oh, dit is die kip wel hè? Ja, ja ik denk het. De kip. Oh, kipspiesjes. Ja. Oeh, dat ziet er wel lekker uit man. En dit. En... Oh. Eten. Lekker. Nou. En deel 2. Bijna. Bijna deel 2. Bijna deel 2. Yes, we're gonna enjoy this. Ja. Yeah. Eitje. Het is 10:00 ongeveer, volgens mij. Een nieuwe week. Ik ben gisteren de vlog al begonnen, maar het is in ieder geval nu maandag. Ik ben ijsjes aan het koken, zoals je hebt gezien. En ik ben een boek aan het lezen. De moed van imperfectie weer. Omdat ik de stoffen wil herhalen. Mag vandaag mijn kamer weer lekker opruimen. Dit is echt verschrikkelijk. I know. Mijn must-have
bijen, eitjes. Deze situatie. Oei, oei, oei. En dan heb ik eigenlijk al een tijdje een beetje van mijn weekvlog ontweken. Dus die ga ik editen. Ik had nog een soort van TED-talk stuk in een oudere vlog die ik eruit had geknipt. Maar wel interessant vind om te delen. Ik zit een beetje te dubben met hoe ik dat meer, wat ik daar meer mee kan. Ik was begonnen met een soort van eigen verhaal te schrijven. En dat verhaal is dan vanuit mijn perspectief, mijn leer, mijn groei. Wat me heel interessant lijkt om iets mee te doen. Al is het een eigen boekje ervan maken of een blog misschien. Ik weet niet zo goed wat voor vorm ik het moet geven. Ik weet nog niet zo goed waar ik behoefte aan heb. Ik wil eigenlijk ook, ik moet kijken naar uitkering die je kan vragen voor ZZP'ers. Ik moet weer binnenkort voor BTW-aangifte doen. En ik wil eigenlijk kijken of ik ergens meer editwerk kan regelen. So much to do. Dus misschien moet ik eerst gewoon die lijst weer even opschrijven. Oké, ik heb nu moodboard maken, kamer opruimen, afwas, TED Talk edit, weekvlog edit, pensioen, uitkering, BTW-aangifte, editklussen zoeken. Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. En dit is een net iets andere video dan normaal. Over de huidige situatie. Het verhaal achter hoe het precies tussen mij en Jean zit. En ook de status van mijn huisje. Dus dat is het thema voor deze. Stop, als ik eerlijk ben. Ja, ik weet niet waarom. Ik weet het niet waarom, maar. Ahaha, de status op dit moment. Oh my god. Ik wil dus voor mezelf een soort project starten om eigenlijk zo min mogelijk kleding te kopen. Wat ik op zich al redelijk doe. Ik heb laatst dan die ASOS jurk een soort van een minder momentje gehad. Maar voor de rest koop ik eigenlijk echt wel weinig kleding op het moment. En zoals je kan zien is het ook helemaal niet nodig om kleding te kopen. Maar ja, hè, iedereen heeft zijn behoeftes. En om dan daadwerkelijk geen kleding te halen is soms wel lastig. Nu moet ik geld besparen, want ik heb niet zoveel inkomen zoals iedereen nu. Wat nou ja, wel een soort van het weer makkelijker maakt. Omdat het ja, een uitgaaf is die gewoon ook compleet niet nodig is. Tenzij dat ik misschien zo meteen, oh ja, ik had BH's laatst gehaald. Waar ik wel heel blij mee was en die gewoon heel fijn zitten. Dus dat is dan iets wat gewoon prima is voor mijn idee. Maar ik had dus een tijdje geleden die dozen gehaald bij de Action. En daar had ik kleding in gestopt. Maar het punt is met die dozen. Ik doe er dan kleding in. En de kleding die in die dozen zit, kijk ik nooit meer naar om. Omdat ik gewoon al te lui ben om een doos te openen, daar iets uit te kiezen en het dan weer daar terug in te doen. Ik ben echt heel lui. Dus ik moet er echt aan werken. Daar liggen trouwens nog twee dozen. Maar ik dacht, wat nou als ik op de zijkant labeltjes maak van leuke broeken, weet je wel, crazy pants, cute topjes, basic topjes. Als ik het misschien meer aantrekkelijk maak voor mezelf om, ik weet niet, er meer gebruik van te maken. I'm not sure if it will work. Maar in ieder geval een poging doen tot. Misschien helpt dat mij om het op die manier wel te gebruiken. En als ik dat heb opgeruimd, ga ik gewoon de rest opruimen. Dus dat is het project voor nu. Maar waarom doe je dat nou? Maar het zit, er is wel goede vooruitgang, heb ik het idee. Ik heb dus net een soort van categorieën bedacht. Kijk, hier zijn de topjes. Bralette topjes voor, ja, zeg maar, kant, kleurtjes, glinsterdingetjes, uitgaansdingetjes. Gewoon een beetje meer de leuke dingetjes. Daarachter heb ik ook een paar van dat soort topjes. Dit zijn jurkjes. Dit zijn dus de BH's. Want ik was een beetje aan het kijken hoe ik dit nou... Elke keer wordt het zo'n rommelbol. Ja, de BH's die ik het meest draag. Dit is mijn crazy pants. En ik dacht, nou leuk, doen we meteen die glitterbroek. Dat is meteen duidelijk. Dit zijn rokjes. Die ik heb.
En daarachter heb ik dan ook nog een paar, mijn tuinbroek bijvoorbeeld. Hier dan mijn cargo pants. En dit is dat pak van Naked. Hier heb ik blousjes in zitten. Mijn basic t-shirt, wat ik net zei. En hier zijn dus mijn meest gedragen broeken. En hierachter heb ik dan nog een paar broeken. Ik heb hier dus ook nog een paar broeken liggen. Ik moet even kijken waar ik dit nog allemaal kwijt kan. Dit heb ik niks aan gedaan. Maar ja, dit waren sowieso al mijn sweaters. En mijn langere jurken en een paar jasjes. Hierachter, dit zijn nog een paar basic t-shirtjes. Bijvoorbeeld een t-shirt van Kortom, een t-shirt van Blanks, een t-shirt van Grease dat ik heb, van Marvel, een beetje dat soort t-shirts. En hier heb ik dan mijn sokken en onderbroeken. En een bikini die daar lag. Dus overal, best wel leuk, denk ik. Oh ja, ik heb hier nog eentje met truien die ik niet zo vaak draag. Dus die denk ik dat ik die op mijn kast zet of daarnaast. We zijn er weer. Ik heb hier geen make-up op, jongen. Doe normaal. We hebben onze pasta. Ja, ja. De pasta die nog over was. Lekker makkelijk. En we gaan High School Musical 3 kijken. Ja, eindelijk. Ja, ik kan me dus echt niks herinneren. Dat zei ik net ook tegen Sanne. Ik denk dat ik ook niks mee kan zingen, want het is allemaal... Ik weet alleen dat ene nummer dat Troy en Chad dan klein waren, weet je wel. En dan gaat het soort van... Ik weet niet hoe het nummer gaat, maar ik weet wel... Heb je er nog een beeld bij? Jij niet, blijkbaar. Eet smakelijk. Thanks, jij ook. Ja, dit is het mooiste stukje van de film, toch? Ja, 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 ja. Oh. Oh. Nou. Oh! Oh! Nee! Hou op! Eerst beurt! We kregen hem niet scherp, ik had niet eens door. Wauw. Hallo allemaal. Het is vandaag donderdag. Het is al april. We skippen even een paar dagen. Het is 9 april. Ik heb een paar dagen niet... Een aantal dagen gewoon niet gevlogd. Ik weet ook niet waarom dat is. Nu heb ik meer tijd. En nu heb ik meer ruimte om bijvoorbeeld door te gaan met vloggen. En te editen en shit. En dan doe ik het juist niet. Ik weet niet wat er misgaat af en toe in mijn brein. Maar ik heb niet stilgezeten. Ik heb gisteren brieven geschreven voor kijkers. Ik ben al een paar dagen, weekje, bezig met een idee aan het uitschrijven. We gaan waarschijnlijk vanavond film kijken met een paar mensen van de verdieping. We zitten allemaal in quarantaine met elkaar en ik heb gewoon 15 huisgenoten. Dus vandaar dat bij ons nog best wel druk is. Ja, hè, je kan niet anders. We zitten in een studentenflat met 80 tot 100 man. Ik moet zeggen, ik zat ook wel echt even in een soort van processing modus. Als in dingen aan het verwerken, dingen aan het dingen. Ik weet niet, gewoon heel erg in mijn hoofd en heel erg met mezelf bezig. En dan... vind ik het gewoon niet chill om te filmen, blijkbaar. Het is ook niet eens dat ik dan bewust zeg van, nou, ik doe het niet, maar ik doe het gewoon niet. Of nee, ik had penpals post geplaatst in mijn verhaal. En ik had best wel veel mensen, of kijkers, volgers, hoe je het wil noemen, die op hadden gereageerd. Dus ik heb al drie brieven geschreven. Dus ik wil er nog meer doen. Dus misschien kan ik dat nu even doen. Dan ga ik eerst naar de C, want ja, ik moet dan 30 minuten. De situatie is echt super mooi. Ja, weet je, als ik creatief probeer te zijn, dan... gooi ik van alles op mijn grond. En dan ga ik gewoon lekker bezig. Ik heb al 3 briefjes gemaakt. Ik ben erg trots op mezelf. Hart en ziel ingestoken. Een beetje pratend over dingen waar ik mee bezig ben de laatste tijd. Als in niet, hey, dit zijn alle dingen die ik aan het doen ben nu. Maar meer van onderwerpen waar ik mee bezig ben. I don't know. Ik weet ook niet wat... Zeg maar, ik begin en dan schrijf ik gewoon door. En dan zie ik wel waar het eindigt. Hopelijk kunnen mensen er iets uithalen. Degene die dit lezen, dat ze dat... Dat het iets leuks brengt op hun dag. Dit is mijn houding voor het schrijven van brieven. Oh, ik heb geen doorbloeding meer in mijn benen. Not surprised, maar ja. Cute! Hey. Alweer. Ja, nou. Nou jongens, ik heb... Oh, ja, je hoeft het eigenlijk niet te zien. Ik heb nu 1,5 brief geschreven. Het is oprecht wel leuk. Het is therapeutisch. Ik kom met iedereen met al mijn levenslessen aan.
zit helemaal niet op te wachten, maar ik ben benieuwd. Misschien zeg ik bij toevallig de juiste persoon wel het juiste. I don't know, who knows. Zou zomaar kunnen. Of niet, het is precies het verkeerde, dat kan ook. Ja, dat kan ook. Ik heb vandaag dus postzegels gehaald, hè. Gewoon 9 euro, 10 postzegels. Echt? Is dat zo duur? Ja, dat is echt zo duur. Heftig, hè? Jeetje, ik ga hem helemaal vol schrijven. Ja, ik heb... Of tenminste... Jezus. Ik heb nu gewoon 1 blaadje pp, zeg maar, zo. Echt, echt een hele brief. Ja, het is gewoon een brief. We gaan dus... Je ziet me niet. We gaan met de huisgenoten een filmavondje houden. En dus gaat Marit haar... TV eventjes verplaatsen naar de huiskamer. Zeg, meesteres, kunt u eens ranzige, smerige dingen tegen me vertellen? Nee! Helemaal, dit was alweer de vlog van deze week. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker niet een duimpje omhoog te doen en even iets liefs in de comments achter te laten. En dan zie ik jullie volgende week weer.